Beste kijkers, beste CERA-venoten, van harte welkom op het webinar van CERA. Vandaag nemen we het traject dat mensen met dementie en hun gezin afleggen onder de loep. En de rol van de huisarts staat centraal. Het is duidelijk dat de huisarts een cruciale rol speelt in het dementieproces. In eerste instantie voor de persoon met dementie zelf, maar evengoed voor diens mantelzorger of mantelzorgers. Maar wat mag je wel en niet verwachten van een huisarts? Wat kan de huisarts betekenen na de diagnose? En wat bij een opname in het ziekenhuis of een verhuis naar het woonzorgcentrum? Dit webinar past in een reeks webinars die we samen met onze partner Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseren. Ook de vorige webinars kan je gratis herbekijken op de website www.cera.coop. En met 400.000 enthousiaste venoten is CERA de strafste en warmste coöperatie van het land. En het doet dan ook plezier dat 1 op 5 kijkers deze avond venoot is van onze coöperatie. En als jij graag meer ontdekt over onze initiatieven die goed doen en mensen verbinden, dan nodig ik je graag uit om onze website te bezoeken. Professor Birgit Schoenmakers is huisarts en hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Na een korte toelichting over de rol van de huisarts van zo'n 20 minuutjes, gaan we over naar de praktijk. En dat doen we samen met Jurren Verschragen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, en Marleen Ruules, die mantelzorger was van haar man Luc. Aarzel niet om tijdens het webinar vragen te stellen via de chatfunctie. Professor, graag aan jou het woord. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel blij dat ik hier vanavond mag getuigen. Zoals Stefanie al inleidde, ben ik huisarts en ik heb een grote voorliefde voor onderzoek naar dementie en ook voor het werken met mensen met dementie. Heel vaak vragen patiënten ons, dokter, kun je zoiets niet een test afnemen om te kijken of ik dement word of eventueel al vroege tekens heb van dementie? En jammer genoeg, dat gaat niet zomaar. Hè. In tegenstelling tot hart- en vaatziekten of tot borstkanker of darmkanker, is dementie een ziekte waarvoor we eigenlijk nog geen goede testen hebben om in een vroeg stadium, zonder ziektesymptomen, hè, dus zonder tekens, al te gaan opsporen of je risico loopt of eventueel dementie zou ontwikkelen in een later stadium, hè, dus in een latere fase. We hebben daar niet de juiste instrumenten voor, niet de juiste testen, maar misschien nog belangrijker, we hebben ook geen behandeling. En als je geen behandeling hebt, dan is het natuurlijk heel moeilijk, hè, om aan mensen uit te leggen dat ze mogelijk dementie zouden krijgen. We weten niet hoe het gaat ontwikkelen, maar we kunnen je eigenlijk ook niet helpen. Maar wat kunnen we wel doen als huisarts? We kunnen veel meer doen dan alleen maar zomaar gaan screenen in het wilde weg. Als mensen bezorgd zijn over hun geheugen, en dat is dan dikwijls een klacht die in de praktijk terechtkomt, dan kunnen we samen met die persoon gaan kijken of die geheugenklacht mogelijk wijst op een beginnende dementie. Maar een geheugenklacht is eigenlijk niet het belangrijkste. Veel vaker melden mensen zich met dingen die in het dagelijks leven mislopen. Dingen die ze gewend zijn om te doen en waarvan ze op een dag merken, dat loopt eigenlijk niet zoals ik wil. Bijvoorbeeld die patiënt die op een dag opstaat en zijn boterhammen voor het werk maakt, terwijl hij eigenlijk al een paar jaar op pensioen is. Dat kan een keer gebeuren, maar als dat een paar dagen na elkaar gebeurt, dan noemen we dat een ontmaskerende gebeurtenis. Dat is iets wat niet pluis is. Of die patiënt die op een dag bij mij op consultatie komt en die tegen mij zegt, dokter, weet je nog dat voorschrift dat dokter Herman vorig jaar heeft voorgeschreven, terwijl mijn collega eigenlijk al 15 jaar op pensioen was op dat moment. En dat zijn situaties die mogelijk kunnen wijzen op het instellen van geheugenachteruitgang. Of zoals we dat noemen in medische termen, cognitieve achteruitgang. En we kennen allemaal de bezorgdheid over ons geheugen. En we kennen allemaal de situatie waarbij dat we denken, we vergeten heel veel dingen. Je loopt naar de kelder, je wilt een pak melk gaan halen. En je staat in de kelder en je bedenkt, oei, wat kwam ik weer halen? En wat gaan we dan doen? Wij lopen terug naar boven en ah, dat pak melk. En je gaat terug naar beneden. En wanneer wordt het zorgwekkend? Als je terug naar boven loopt, je gaat daar verder met je activiteiten. En je hebt geen flauw benul meer dat je eigenlijk naar beneden was gegaan om iets op te halen. Dus die activiteiten in het dagelijks leven, die dagelijkse routine, die zijn eigenlijk veel voorspellender voor een mogelijk beginnende dementie dan het geheugen.
Ik herinner me zelfs een patiënte die heel lang thuis woonde, helemaal alleen ook. Ze was al heel vroeg weduwe geworden. En ik ging regelmatig bij haar op bezoek en ze was altijd kruiswoordraadsels aan het invullen. En voor mij was dat altijd heel geruststellend. Het was iemand die nog actief met haar brein bezig was. Tot op een dag de gezinshelpster mij opbelde en zei van dokter, dat is niet pluis. Hè. Ze begint veel te vergeten. Ik begin op eigenaardige plekken het brood terug te vinden, de was terug te vinden. Volgens mij eet ze 3 keer per dag haar ontbijt in plaats van ook eens een keer avondmaal. Ik zeg, ja, ik heb eigenlijk niet veel gemerkt. Ze vult nog altijd haar kruiswoordraadsels in. Ja, maar zegt ze, zijt jij eens gaan kijken naar wat ze invult in het kruiswoordraadsel? Ze vult zomaar random wat woordjes in. En dat is eigenlijk dat niet-pluisgevoel wat ook kan aangebracht worden, niet alleen door familieleden, maar ook door mensen die rondom die persoon, die oudere persoon staan. Soms is het geen oudere persoon, maar die persoon waarbij dat we vermoeden, er is iets aan de hand. Hè. Het is heel belangrijk als je aan zo'n traject begint, zo'n traject waarbij dat je de diagnose van dementie wilt stellen, dat je toestemming vraagt aan de patiënt en dat je daarvoor ook een zekere verantwoording aflegt. Daarom dat we zeggen, we gaan niet zomaar detecteren, we gaan niet zomaar een diagnostisch proces opstarten. We vragen aan de patiënt, of we delen mee aan de patiënt dat we bepaalde bezorgdheden hebben en we vragen of het goed is om te starten met een traject dat mogelijk kan uitwijzen dat er dementie aanwezig is. Net als we dat ook met de familieleden, als dat gepast is, overleggen. Waarom doen we dat op die manier? Zo'n diagnose van dementie krijgen, en dat zal straks ook de getuigenis, de mevrouw die hier komt getuigen, vertellen. Een diagnose van dementie krijgen is heel ontwrichtend. Zoals ik daarnet al zei, we hebben eigenlijk geen goede instrumenten om die diagnose heel precies te stellen. We hebben geen goede manier om te voorspellen wat het wordt, hoe dat de ziekte zich gaat ontwikkelen. En veel lastiger, we hebben ook geen goede medicatie. Ook belangrijk is, denk ik, dat er nog een heel groot taboe rust op het stellen van de diagnose van dementie. Vandaar ook dat we er heel veel waarde aan hechten om dat goed in te kleden en dat goed te bespreken met de patiënt en met de omgeving. Want het taboe zorgt ervoor dat we heel vaak te laat de dingen gaan ontdekken en dat we te laat een diagnose gaan stellen. En zorgt er eigenlijk ook voor dat de levenskwaliteit zowel van de persoon bij wie we dementie vermoeden als van de omgeving, dat die lager is, dat die minder goed is. Want er ontstaan spanningen en eigenlijk weet niemand goed waarom. Dus ook dat taboe bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat mensen zich niet hoeven te schamen om te spreken over die voorvallen in het dagelijks leven. Hoe doen we dat nu concreet als huisarts? We gaan, en dat vind ik eigenlijk de belangrijkste kracht van de huisarts, we gaan niet zomaar een testbatterij op u loslaten of op uw naaste loslaten. We gaan in eerste instantie een aantal heel eenvoudige vragen stellen, hele korte testjes. We zullen daar straks nog eventjes op ingaan. Maar nog veel belangrijker is dat je als huisarts, en dat is ook iets wat u als patiënt waarschijnlijk wel herkent, de patiënt volgt. Het hoeft allemaal niet in één consultatie. Het hoeft niet vandaag. Vandaar dat we ook spreken over die tijdige diagnose. Een diagnose op het moment dat het voor iedereen geschikt is. En zo herinner ik mij een oudere man die zei... hij was ondertussen 79, de familie was heel erg ongerust. En hij zei tegen mij, dokter, ik heb daar eigenlijk niet veel zin in die diagnostiek. Op dit moment gaat het ook niet zo goed met mijn vrouw. Ik wil haar daar niet mee belasten. Ik merk dat het ook nog niet zo belangrijk is, de achteruitgang die mijn kinderen bij mij zien. Maar ik wil daar over een paar maanden wel met u over praten. Dus dat is een traject dat we samen met patiënten afleggen, samen met de omgeving afleggen en waarbij we niet alleen berusten op hele korte vragenlijstjes of op een hele grote testbatterij of allerhande onderzoeken, maar ook in het gesprek dat je hebt met je huisarts. Ik heb het daarnet al gezegd, dus we gaan proberen om te detecteren of er bepaalde signalen aanwezig zijn die mogelijk kunnen wijzen op dementie. Vragen aan de patiënt en eventueel aan de omgeving of het goed is om te spreken over een mogelijk diagnostisch traject. Dat betekent, mogen we gaan kijken of er dementie aanwezig is. En dan beginnen we eraan. En we doen dat niet in één consultatie. Dat is te veel om in één consultatie te doen, maar het is ook heel bedreigend. Zowel voor de patiënt als voor de omgeving. Dus we moeten dat proberen te doen in een rustige omgeving, vertrouwde omgeving, een veilige omgeving. En die veilige omgeving die kun je creëren door zowel de patiënt als de omgeving, als de familie, als die vraag en die wens en die toestemming van de patiënt er is, te bevragen. Hoe doen we dat nu? Zoals ik daarnet al zei,
We hebben een aantal instrumenten. We hebben vragenlijsten die we met de patiënt kunnen doorlopen. Oefeningen, testjes. Maar er is nog iets veel belangrijker dat we hebben. En dat is het gesprek. Het gewone gesprek met de patiënt. Vertel eens, hoe ziet uw dag eruit? Hè? Vertel eens wat je gemerkt hebt in het dagelijks leven. Wat stoort er u? Waar ben je over gevallen? Wat hebben ze u gezegd? Hè? Wat heeft de buitenwereld opgemerkt? Dat is eigenlijk vaak nog belangrijker dan die testjes. Die testjes, ongetwijfeld hebt u al eens gekeken op internet wat voor testen dat zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over het tekenen van een klok met de juiste wijzerplaat erop, een geschikt uur, het uur dat we aangeven, het onthouden van een aantal woorden, het bevragen van tijd, van ruimte. Het bevragen van activiteiten in het dagelijks leven. Hè. Hoe gaat het eigenlijk met de was en de plas, hygiëne? Hoe gaat het met uw medicatie innemen, met administratie, met bellen? Hoe gaat het met boodschappen doen? Het zijn allemaal dingen die heel veel aanwijzingen kunnen geven. En vaak meer aanwijzingen dan dat korte termijn geheugen te testen. Wat gaan we nog doen? We gaan natuurlijk ook medisch nakijken. Hè. Het sporen naar een mogelijke dementie is niet alleen een gesprekje, is niet alleen kijken hoe gaat het in het dagelijks leven, maar is ook kijken naar, zijn hier ziektetekens aanwezig, zijn hier symptomen aanwezig die mogelijk wijzen naar een andere onderliggende ziekte. Bijvoorbeeld bloedarmoede bij oudere mensen kan ervoor zorgen dat ze geheugenproblemen krijgen. Schildklierafwijkingen kunnen er ook voor zorgen dat ze geheugenproblemen krijgen. Maar evengoed depressie. Hè? Mensen die zich neerslachtig voelen, mensen die slecht slapen, zeker als je wat ouder bent, mensen die angstig zijn. Hè? Daarbij kan het ook lijken of er een beginnende dementie aanwezig is. Dus ook dat gaan we echt helemaal uitklaren. Wat doen we daarvoor? Ook weer vragen stellen natuurlijk. Maar we zullen ook een bloedname doen. Met die bloedname brengen we een heleboel dingen in kaart. Maar wat kunnen we niet met een bloedname? We kunnen met een bloedname niet met zekerheid zeggen of u dementie heeft. We kunnen alleen zeggen, op basis van de bloedname, hè, vermoeden we dat er geen onderliggende ziekte verantwoordelijk is voor de achteruitgang die u gemerkt hebt. Wat kunnen we nog doen? We kunnen beeldvorming gaan maken van de hersenen. Hè, de scans, die kent u wellicht wel. Dat is iets wat we bij de meeste patiënten voorstellen. Ik ga u daar zelfs nog even iets over vertellen. Omdat we op die scans ook wel het onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten van dementie. Nog niet heel accuraat. Wat we ook niet kunnen met die scans is voorspellen hoe de ziekte gaat verlopen. Ik wil daarbij toch heel graag opmerken dat er een heleboel mensen zijn die zeggen van dokter, voor mij hoeft dat niet. Voor mij hoef je die scan niet te nemen als u geen voorspellingen kan doen. Als het ook niet belangrijk is om het onderscheid te maken. Als het voor u duidelijk is dat dit een Alzheimer-dementie is. Hè, een eigenlijk redelijk normaal of gekend verloop van dementie. Dan hoeft het voor mij ook niet. Wanneer vinden we het wel belangrijk dat die beeldvorming er komt, dus die scanner komt, als we een eerder atypisch verloop zien. En daarmee bedoelen we als we een dementie zien die bijvoorbeeld bij jongere personen voorkomt, als we tekens zien waarbij de patiënt snel achteruit gaat, als we tekens zien waarbij dat er heel veel gedragsafwijkingen zijn, gedragingen die je echt niet goed kan thuisbrengen, dan is het toch wel belangrijk om die hele bijzondere vormen van dementie eruit te halen en die beeldvorming te doen. Wat kunnen we nog doen? De neuroloog, oftewel de arts die zich bezighoudt met zenuwziekten, die kan ook een lumbaalpunctie doen. Dat is een ruggenprik, waarbij dat er cellen worden afgenomen en die cellen die kunnen nagekeken worden. En kan er ook weer gekeken worden welk soort van dementie er aanwezig is. Maar hetzelfde als voor beeldvorming, ook daar kunnen we geen uitspraak doen over hoe dat de ziekte zich nu verder gaat manifesteren en hoe dat het verloop zal zijn. Ik wil toch ook heel graag ook vertellen dat er een heleboel mensen bij wie dat er een dementie wordt vastgesteld of een vermoeden van dementie wordt vastgesteld, verder bij de huisarts kunnen worden opgevolgd. Hè. U hoeft niet per se naar het ziekenhuis, u hoeft niet per se naar een geheugenkliniek. Hè. En ik denk dat het belangrijk is dat u dit ook overlegt met de huisarts. Als het uw wens is hè, om geen verdere onderzoeken te doen, als het voor u duidelijk is hè, en u hebt begrepen wat er aan de hand is en u hebt ook begrepen dat dit een traag evolutieve aandoening is in het geval van bijvoorbeeld Alzheimer-dementie, dan hoeft een verdere diagnostiek niet per definitie. Er zijn een aantal situaties waarin de huisarts u wel zal vragen om toch verder onderzoek te laten verrichten. Vooral bij die mensen die ik daarnet heb opgenoemd.
Wat doen we nu ook? En dat is iets wat ik heel belangrijk vind. We hebben daarnet gesproken over de diagnose van de ziekte. Maar nog belangrijker is de diagnose van de zorg. Ik heb u verteld, we hebben nog steeds geen goede medicijnen. Ondanks de euforische berichten in de media hebben we geen goede medicijnen om dementie te stoppen of om, beter nog, om de ziekte terug te dringen. Maar wat we wel heel goed kunnen, is de zorg in kaart brengen en te zorgen dat zowel de mantelzorger als de patiënt goed ondersteund wordt. Waarom is dat belangrijk? We weten dat zowel de levenskwaliteit van de patiënt als de mantelzorger erop vooruit gaat, wat heel belangrijk is. Maar we weten ook dat het ziekteproces bij mensen die goed ondersteund worden een stukje vertraagt. Dus ook de ondersteuning in de dagelijkse zorg heeft een invloed op de ontwikkeling van de ziekte. En wat is nu een goede zorg? Dat is niet de zorg die wij als huisarts per definitie als goed zien. U herkent het allemaal. U hebt een poetsvrouw en die poetst eigenlijk toch niet zoals u gewenst bent. Of als u gewend bent. Die poetst niet zoals u het zou willen. Als ik in een situatie thuis kom, zoals ik dat regelmatig doe bij patiënten, en ik zie daar een hoge zorgnood aan verpleegkundige hulp, en ik installeer die verpleegkundige hulp zonder dat die mantelzorg daarmee akkoord is, dan is dat gedoemd om te mislukken. Want die verpleegkundige die gaat niks goed kunnen doen. Maar die mantelzorger die zegt mij van dokter, laat mij die was en die plas nog doen. Dat is iets wat ik graag doe. Ik wil dat nog voor mijn man doen. Ik kan dat ook goed. Maar alsjeblieft, zorg dat er iemand komt die het huishouden kan doen. Terwijl als ik de situatie op dat moment had ingeschat, had ik gedacht of had ik geoordeeld, hier zou beter een verpleegkundige komen. Maar die zorg op maat is zo ontzettend belangrijk. En wat ook belangrijk is, als u zorg in huis haalt en op een bepaald punt vindt u de zorg niet meer nodig, dan mag die ook teruggeschroefd worden. Daar is niks op tegen. Als u op een bepaald punt zegt, die verpleegkundige hoeft niet te komen, want mijn partner of mijn vader is nu bedlegerig en ik kan eigenlijk die zorg perfect zelf aan, dan is daar niks op tegen om dat stop te zetten. Dus heel belangrijk, die zorg die moet op uw maat gemaakt worden en op maat van de patiënt. In een heel aantal situaties is er ook geen mantelzorger aanwezig. Wat kan de huisarts dan met u doen? Samen kijken of we een netwerk van buren, van kennissen, van vrienden kunnen opzetten om toch te zorgen voor die persoon met dementie. En uiteraard wat de huisarts ook doet, is samen met u kijken naar mogelijke kwetsbare situaties. En kwetsbare situaties zijn situaties waarin bijvoorbeeld de mantelzorger ook ziek is. Of de mantelzorger ook een belangrijke lijdensdruk heeft. Of soms de mantelzorger ook nog aan het werk is. Dat zijn alarmsignalen waar de huisarts samen met u als mantelzorger of samen met u als patiënt al op voorhand kan op inspelen en u kan mee gidsen door het hele traject van zorg. Dat mogelijk is. Wat doet de huisarts nog? De huisarts kan een beleid instellen en kan u opvolgen, kan uw patiënt, uw naaste opvolgen, kan u opvolgen. Medicatie, daar mogen we niet zo heel veel van verwachten, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het te bespreken. Dus wat de mensen de anti-Alzheimer-medicatie noemen, is medicatie die de ziekte een tijdje kan tegenhouden. Niet lang, 6 maanden tot 2 jaar. En na 2 jaar sta je eigenlijk of staat de patiënt op het punt waarop mensen zonder medicatie ook staan na 2 jaar. Je koopt wat tijd. Dat kan heel belangrijk zijn, die tijd. Maar dat is iets wat je op voorhand ook goed moet bespreken met de huisarts, want er komt een moment waarop die medicatie weer gestopt moet worden. Die psychosociale ondersteuning die is heel belangrijk, zowel voor de mantelzorger als voor de patiënt. Want wat weten we? Tijdens een dementieel proces gaat de patiënt ook gedragingen stellen die heel moeilijk te hanteren zijn. Waarbij je als mantelzorger met heel veel vragen zit, maar ook met heel veel zorgbelasting. En dan medicatie geven om die gedragingen te doen stoppen of die te onderdrukken, dat is eigenlijk iets wat we niet meer mogen of kunnen doen. We weten daarvan, en u hebt dat ongetwijfeld ook in de media gezien, dat dat niet de manier is om mensen met moeilijkere gedragingen een zekere levenskwaliteit te bieden. Die medicijnen die hebben ontzettend veel bijwerkingen en brengen eigenlijk ook wel wat schade toe. Maar het begrijpen van dat gedrag, dat is iets wat wel een hele gunstige impact heeft op die patiënt die ronddwaalt, die slecht slaapt, die soms wat agressiever uit de hoek komt. Dus de huisarts kan u helpen met het zoeken naar hulp om die gedragingen te begrijpen en om daarop in te gaan. Belangrijk is ook dat de huisarts u kan gidsen in het zoeken naar andere ondersteuning. Daar gaan we zelfs, denk ik, met de getuigenissen ook nog op terugkomen. De administratieve ondersteuning, financieel, al die dingen die erbij komen kijken, daar kan de huisarts u zeker bij helpen.
Een belangrijk aspect ook is de voorafgaande zorgplanning. En dat is iets heel moeilijk om over te praten. Want als we daarover beginnen, dan denken heel veel patiënten aan euthanasie. Maar voorafgaande zorgplanning is veel meer, en gelukkig maar, veel meer dan euthanasie. Gaat eigenlijk over hoe ziet u als patiënt of als mantelzorger die laatste levensfase. En misschien niet alleen die laatste levensfase, maar die momenten of het moment dat aangebroken is waarop u het zelf niet meer kan vertellen of uw wens niet meer kan uitdrukken. Wat moeten wij dan voor u betekenen? Dus dat is iets wat u ook bij voorkeur al vroeg met de huisarts bespreekt. Het is niet zo eenvoudig zorgen voor iemand met dementie. En het is ook niet eenvoudig om dementie te hebben. Want heel veel mensen met dementie hebben vaak nog lucide, heldere momenten. En leven ook nog gewoon in het heden. Ze leven echt niet alleen maar in het verleden. En ze leven echt niet alleen maar met die geheugenachteruitgang. Ze participeren ook nog actief aan het leven. En ze rouwen ook heel vaak, omdat ze merken dat ze achteruit gaan. Ook voor de mantelzorger is dat een hele moeilijke situatie. Je verandert eigenlijk van rollenpatroon. Je wordt in plaats van echtgenote plots verzorger. Je wordt van kind word je plots een ouder bijna. Die moet gaan zorgen voor een zieke ouder. En er kan een zorg in crisis ontstaan. En een zorg in crisis, dat kan soms heel explosief zijn. En dan kunnen er dingen gebeuren of gezegd worden die je eigenlijk liever niet had zien gebeuren of liever niet gezegd had. Er treden soms situaties op waarbij dat het onveilig wordt, zowel voor de patiënt als voor de mantelzorger. Het is heel belangrijk dat u als mantelzorger, maar ook als patiënt, op tijd aangeeft dat er moeilijkheden zijn, dat de draagkracht wordt overschreden. En dat is ook niks om u voor te schamen. Dat is eigenlijk iets wat we verwachten. Ik verwacht ook wel van de huisarts dat hij of zij daar actief naar vraagt. Hoe gaat het nu? Loopt het allemaal? Zijn er dingen die ik voor u kan betekenen? Maar meld het op tijd. Hè. Laat dingen niet exploderen. Laat ze niet ontsporen. Maar misschien toch ook om mee te eindigen. Zorgen voor iemand met dementie is ook een zorg met kansen. Hè. En daarmee bedoel ik, het is een manier om te laten zien hoe graag je iemand ziet. En dat geldt voor de persoon met dementie, zowel als voor de mantelzorger en voor de familie. Hè. Het is een zorg waarbij dat er heel veel verbondenheid is. Want je bent heel afhankelijk van elkaar. De patiënt met dementie is afhankelijk van de mantelzorger, maar de mantelzorger is ook afhankelijk van de patiënt met dementie. Want als het goed gaat met die patiënt met dementie, als hij zich goed voelt, hij functioneert goed, er zijn weinig of amper ontregelende gedragingen, hij slaapt goed, er is geen dwaalgedrag, dan is die mantelzorger ook gelukkiger, rustiger en kan die ook betere zorg verlenen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie en dynamische wisselwerking die ook wel voor hele mooie en vreugdevolle situaties kan zorgen. En ik herinner mij ook zo een situatie in de praktijk, een koppel. Zij is dement geworden en zij hadden eigenlijk een heel slecht huwelijk. En van het moment dat zij dement werd, dat wij die diagnose hadden gesteld, had ik al in mijn achterhoofd, hier gaat heel snel een opname moeten volgen. Een opname in een woonzorgcentrum, want dat koppel leeft eigenlijk al jaren in onmin. En op het moment dat zij dement werd, heeft die man zich voorgenomen, ik ga het allerbeste voor haar betekenen. Ik ga het allerbeste voor haar doen. We hebben geen goed huwelijk gehad, maar dit is nu hetgeen dat ik echt tot een goed einde wil brengen. Ik wil dat voor haar doen, voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Dus we zien, ondanks het feit dat het een hele zware zorg is, toch ook heel veel mooie momenten. En tot slot, denk ik, een hele mooie boodschap van een huisarts die mij dit ooit gezegd heeft en iets wat ik heel goed herken, is dat we de mantelzorger toch vaak pas in die achteruitkijkspiegel zien. En daarmee bedoelen we, als we weggaan, pas dan merken we, daar staat een mantelzorger die ook aandacht nodig heeft, die soms ook kwetsbaar is, die onze zorg nodig heeft op gelijk welke manier, soms medisch, vaak medisch, zeker als het ook over oudere echtparen gaat, maar heel vaak ook psychosociaal. Hè. Tijd voor een babbel, maar we zien ook dat de mantelzorger zijn of haar eigen gezondheid dikwijls verwaarloost. Dus u mag en u moet ook heel actief appel doen op uw huisarts voor uw eigen gezondheid. En wij nemen daar heel graag de tijd voor. Dank je wel en ik kijk uit naar de vragen. Dank u wel, professor, voor uw zeer toegankelijke toelichting. Ik ga graag verder in gesprek met Marleen Ruules en Jeroen Verschagen. Kom er maar bij zitten. Dank u wel. Fijn dat jullie erbij willen zijn om ook jullie ervaringen met ons te delen. Jeroen, misschien eventjes eerst met jou kennis maken. Jij bent directeur van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Misschien een woordje uitleg wat jullie doen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Well, we doen heel veel. Hè. We doen van alles voor professionals, voor hulpverleners, voor zorgverleners. We maken hen beter, zodat ze eigenlijk die mantelzorger
kunnen ondersteunen op een manier die toch wel een stukje gebaseerd is op wat er vandaag actueel in de wetenschap gekend is. Ja. Een deel van ons werk zit natuurlijk ook in de richting van hoe kun je die mantelzorger voldoende tools in handen geven, gereedschappen in handen geven, dat ze hun eigen situatie beter kunnen onder ogen zien. En een voorbeeldje daarvan is de ontwikkeling van bijvoorbeeld het pakket dat we gemaakt hebben. Men zegt soms cursus, het is eigenlijk een programma dat mensen ondersteunt, het heet Dementie en Nu, in het leren omgaan met de situatie die zich voordoet. Ja. We merken dat mensen daar toch wel heel veel nood aan hebben om het daar enerzijds met elkaar over te hebben, maar anderzijds toch ook met de professional die het dan begeleidt. Ja. En organiseren jullie ook ontmoetingen met mantelzorgers? Ja, de ontmoetingen met mantelzorgers, dat gebeurt eerder door de patiëntenvereniging. Dat is de Alzheimer Liga Vlaanderen. Ja. Zij doen dat in familiegroepen. Ja. Er zijn ook praatcafés dementie waar mantelzorgers naartoe kunnen komen en waar zij informatie krijgen. Ja. Nog iets wat we voor mantelzorgers wel aanbieden, we doen dat ook vaak in samenwerking met Alzheimer Liga, dat zijn e-learnings. Dat zijn elektronische leerprogramma's. We hebben nu recent eentje gemaakt rond dementie op jonge leeftijd, waar de persoon die daarmee geconfronteerd wordt toch een beter inzicht krijgt in wat er zich afspeelt. Ja. Hebben jullie ook een website voor de mensen thuis? Absoluut. Er zijn twee grote websites. www.dementie.be en de website waar we heel vaak ook naar verwijzen is omgaanmetdementie.be. Okay. Dat daar heel concrete situaties worden toegelicht, zowel door mensen met dementie, door de mantelzorger, maar ook door zorgverleners. Ja. Marleen, we hebben je uitgenodigd omdat jij ervaringsdeskundige bent. Jij was mantelzorger van jouw man Luc. Kan je ons daar iets meer over vertellen, over wie Luc was? Luc was vooral een heel lieve echtgenoot. Ja. Hij was een strenge vader, maar ook een heel liefdevolle vader voor zijn kinderen. Hij was een gedreven leerkracht, dus hij heeft jarenlang in het lager onderwijs lesgegeven. En hij had echt een hart voor kinderen. Hij deed dat echt wel doodgraag. En zijn grote uitlaatklep was fietsen, dus hij was daar ook heel goed in. Vooral het betere klimwerk was wel aan hem besteed. Kort samengevat, hij was iemand die heel graag in het leven stond en echt wel genoot met zijn gezin, met zijn familie en zijn vrienden. Hè. Ja. Ja. En hij was nog vrij jong toen de diagnose gesteld is. Ja, ongeveer op zijn 50 jaar zijn de dingen thuis toch wel beginnen veranderen. Dus in zijn verbeterwerk van school. Hij was iemand die heel ordelijk was. Alles lag altijd in mooie hoopjes op de tafel. Op een bepaald moment was zijn bureau echt, lag dat overhoop. Hij twijfelde ook heel erg terwijl hij toetsen aan het verbeteren was. Hij besteedde bijna uren aan zijn voorbereidingen, aan zijn lessen. Dus dat waren dingen die niet klopten. Ja. In het begin, je hebt dat natuurlijk ook niet direct door. Thuis had ik ook wel gemerkt dat hij af en toe slecht uit zijn woorden kwam. En dat was ook echt niet leuk, want hij kon echt heel goed babbelen. Ja. En dan was er een moment in de klas dat de kinderen tegen Luc zeiden, meester, je hebt dat gisteren al uitgelegd, we hebben dat al gezien. Ja. En dat was zo confronterend. En hij is toen thuisgekomen en hij heeft gezegd, we moeten nu naar de dokter. Ja. Dus, en dat hebben we dan ook gedaan. Dan is de bal aan het rollen gegaan. Ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Hè. Dementie kan je niet genezen. En toch de vraag... waarom is het dan belangrijk om naar de huisarts te stappen, Jurgen? Je krijgt toch ergens een verdict, een stempel? Ja. Ik zou niet zozeer spreken van een stempel. Het zijn anderen vaak die de stempel erop kleven. Zelf ervaar je dat niet altijd. Ja. Je ervaart de stempel eerder op het ogenblik dat anderen je als een beetje minderwaardig beginnen te aanzien. Dat men nu begint te ontwijken omdat je telkens opnieuw hetzelfde verhaal vertelt. Ja. Of omdat je misschien sociaal niet meer past in het normale dagelijkse leven wat je met je vrienden hebt. Waarom is het wel belangrijk? Dat is omdat je
natuurlijk te maken krijgt. En zeker die mantelzorger ziet dat, hè, merkt dat. Het is ook jouw verhaal van hier gebeurt van alles. Ja, en hoe krijgt dat dan een plek in mijn leven? Mm-hmm. Wat betekent dat dan? En kan ik dan een verklaring hebben op voor hetgeen wat dat ik zie gebeuren? Mm-hmm. Ik zie nogal eens mensen met dementie zelf die eigenlijk zeggen van... Jurn, je moet mij niet kwalijk nemen, maar ik heb een fles champagne opengedaan op het ogenblik dat ik wist wat ik had. Ja, ja. Want iedereen begon mij raar aan te kijken. En nu dat ik weet wat er aan de hand is, ja, komt er een nieuw deel van mijn leven. Dan moet ik mij proberen aan te passen aan de nieuwe situatie. Wat op zich ook niet gemakkelijk is, natuurlijk. Maar ja, die diagnose of toch weten waar het over gaat... Mm-hmm. kan ook een stukje rust geven bij de persoon zelf en ook bij dienstomgeving. Bij jullie was dat niet zo. Hè? Je hebt mij gezegd, het kwam niet aan als een opluchting. Ja, wij hadden ook totaal jong dementie toen. En ik spreek ondertussen al meer dan 10 jaar geleden toch. Hè? Nu is dat gelukkig al geëvolueerd. Ja. Jong dementie, ik kende daar het bestaan gewoon niet vanaf. Dus wij wisten wel... dat er iets ernstigs aan de hand was. Mm-hmm. Maar als dan dus de diagnose van Alzheimer bij Luc gesteld werd, dan was dat toch wel vooral een serieuze klop. Want dat is, daar denk je ook totaal niet aan. Mm-hmm. En we waren vooral meteen bezig met wat betekent dat dan voor de kinderen. Luc was ook deel van een eigen tweeling. Hè. Gaat zijn tweelingbroer dat dan ook krijgen? Allee, dus we waren met die erfelijkheid meteen wel misschien raar, maar op dat moment heel snel mee bezig. En ik heb mij toch direct gerealiseerd bij mezelf dan van... Oh, dat betekent dus dat ik nooit ga oud worden met Luc. Dus dat was zo... Dat is echt eigenlijk een soort van vonnis toch wel, dat er daar gesteld wordt. Ja. En ja, je weet dat het niet meer beter wordt. Ja, ja. Hè? Dus, Nu, dat is natuurlijk jong dementie, Jurn. Om hoeveel mensen spreken we zo in Vlaanderen die jong dementie hebben? Well, we spreken ongeveer, en dat zijn cijfers van een aantal jaar geleden, over een 1800-tal mensen. Dus een relatief beperkte groep. In Vlaanderen? In Vlaanderen. Als je kijkt naar een... hoe dat men het in Nederland berekent, dan zegt men, ja, kijk, we hebben... 1800, maar eigenlijk vermoeden we wel dat het een drietal keer zoveel zou kunnen zijn. Ja. Dus het gaat wel over een kleine groep, relatief kleine groep, en ook een stabiele groep. Ze groeit niet echt aan. Ja. Wat veel mensen denken, het komt veel in de media, waarom, en dan denken mensen, ja, maar het komt veel meer vroeger dan vroeger. Ja. Er wordt veel meer over gesproken, omdat natuurlijk hoe jonger dat je dat meemaakt, hoe meer impact dat ook heeft op je dagelijks leven. Ja. En op, omdat je nog werkt. Ja. Kinderen zijn nog thuis vaak. De partner werkt nog. Ja. Professor, zeggen jullie eigenlijk aan elke patiënt dat die dementie heeft? Of gaan jullie soms ook een beetje voorzichtiger te werk en spreken over geheugenproblemen? Ja. Zijn jullie daar, of zijn jullie heel direct? Wat wordt daar rond aangeraden aan huisartsen? Dat is een moeilijke vraag, denk ik. Hè, omdat we als huisarts vaak heel individuele beslissingen nemen. En individuele beslissingen, dat betekent op maat van de patiënt. Hè. Ja. En we gaan er principieel vanuit dat we de diagnose meedelen. Mm-hmm. Zoals het hoort hè, en juist benoemd. Ja. Wat niet wegneemt, dat we soms toch uitzonderingen maken voor patiënten. En dan is dat heel vaak op aangeven van de patiënt, waarbij dat we voelen dat de patiënt zelf de diagnose wegduwt. Maar ik blijf wel toestemming vragen aan de patiënt om erover te spreken. En ik raad ook altijd aan om op dat moment met de patiënt te bespreken of de familie mag betrokken worden, of er iemand ook op de hoogte mag zijn. Ah ja, dus dat gebeurt toch nog dat mensen zeggen van ik ga het nog niet vertellen aan mijn omgeving. Ja, dat gebeurt eigenlijk redelijk vaak, zeker bij de oudere bevolking. Zien we toch nogal eens wat mensen die zeggen tegen ons van ik heb liever niet dat de familie het weet. Soms gebeurt het of vragen ze het omdat er ruzie is in de familie, omdat ze bang zijn dat er geruzied gaat worden over erfenis, over centen. Ja. Maar heel vaak willen ze niet tot last zijn. Ja. En hebben huisartsen daar een rol in te spelen volgens u, om toch mee te werken aan die beeldvorming en toch mee
durven naar buiten treden met de diagnose? Ik denk dat we een actieve rol hebben in die zin dat we dat bij de patiënt moeten blijven aankaarten. Dat we tegen de patiënt moeten blijven zeggen van kijk, het is voor jou en voor de omgeving beter als je erover praat. En we willen dat graag met jou doen, maar we kunnen u ook verwijzen naar praatgroepen. We kunnen u verwijzen naar mensen die u daarbij helpen en ondersteunen. Ik denk dat je als huisarts niet alles kan doen, maar het is wel onze plicht om de mensen zoveel mogelijk daarbij door te verwijzen naar expertisecentra, et cetera. Ja, want als ik het goed begrijp, er is één expertisecentrum Dementie Vlaanderen, maar dan regionaal kan je dan ook nog ergens in de buurt... Ja, er zijn inderdaad 9 regionale expertisecentra en het is... Onze collega's in Brugge bijvoorbeeld zijn heel erg actief op het vlak van wat we noemen thuisbegeleiding. En dat betekent dat je voor die regio... je eigenlijk bijna wat men in Nederland een soort case manager noemt. Ik vind het woord een beetje, op zijn Engels een beetje verkeerd gekozen misschien. Maar het gaat erover dat iemand van op het ogenblik dat hij dan de diagnose gekregen heeft, zelfs eigenlijk ook al een beetje bij dat niet-pluisgevoel waarbij dat de diagnose nog moet verfijnd worden, dat daar een traject wordt afgelegd. Ja. Nu, heel belangrijk, niet iedereen heeft dat nodig, niet iedereen vindt dat wenselijk. Het moet een beetje op maat zijn van de persoon zelf. Het moet altijd op maat zijn van de persoon zelf en van zijn omgeving. En ik denk dat het goed is om ook te pleiten voor een dergelijk systeem over een veel bredere oppervlakte, want de problematiek stijgt. Hè. We weten nog in het nieuws van een paar weken geleden dat de grootste doodsoorzaak natuurlijk, dat dementie nu op de eerste plaats staat. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een ziektebeeld dat zich meer en meer ook in de samenleving een plek gaat krijgen. En waar dat nodig zal zijn, die ondersteuning. Ja. Toch merken we vandaag dat er nog een zeker taboe is, waardoor daar sommige mensen, in tegenstelling tot jouw man en tot jullie, misschien niet naar de huisarts willen gaan. Hoe kan je dan als mantelzorger of als naaste toch proberen te overtuigen om op consultatie te gaan? Jurgen, hebben jullie daar advies rond? Ja, dat is natuurlijk heel individueel. Hè. Naar de huisarts niet willen gaan is iets wat vaak voorkomt. Ja. Omwille van hetgeen wat dat de professor net ook aanhaalt. Maar ook omwille van het feit dat men in een beginfase ook ontkent dat er een probleem is. Ja. Met mij is niks mis. Het is de ander die... Die eerder in fout die zin is het verhaal van Luc een beetje atypisch. Ja, elke situatie. Toch wel een niet-pluisgevoel was. Ja, maar elke situatie is ook een beetje anders. En Luc heeft dan blijkbaar zelf de stap gezet. Ja. En dat zie je niet zo vaak, hoor. Je ziet vaak dat de omgeving moet een beetje lichte druk uitoefenen. Ja. Wat wij vaak zeggen is van... begin daar niet te plannen. Binnen 14 dagen gaan we naar de huisarts. Zeg dat heel kort voordat de actie plaatsvindt. Mensen zijn het ook soms al kwijt dat ze dat doen. En vragen zich dan af, ik kom in een nieuwe situatie. Er gaat me iemand vragen stellen. Ik ga er misschien niet kunnen op antwoorden. En dan de façade die men dan ophoudt, wordt dan ook snel doorprikt. Dat is heel moeilijk. Of misschien met een smoesje voor een ander medisch probleem een afspraak maken. Smoesjes, daar moet je ook mee opletten. Want dat heeft natuurlijk een impact op de waardigheid van iemand. En proberen ook mensen met dementie tot op het allerlaatste te zien als mensen met een waardigheid, met een waardig gevoel. Ja. En mensen met een om de tuin lijden is toch iets waar ik me altijd heel ongemakkelijk bij voel. Ja. Wat natuurlijk wel kan, is dat naar aanleiding van een ander probleem dat zich stelt, bijvoorbeeld iemand heeft een ingegroeide teennagel, dat men toch de stap zet richting arts, want dat is ongemakkelijk. Ja. Ja. En dat dan de familie, de omgeving, misschien de hint kan geven aan de arts van... Kijk, misschien toch ook eens, stel misschien eens wat vragen ook rond het geheugen of rond... laat die eens een klok tekenen, want dat zijn dingen waar we dan toch wel eens kunnen kijken hoe dat het staat. Ja. En dan zijn dat soms de aanleidingen om erover te praten. Ja, professor, als je als huisarts zelf vermoedens hebt en niemand begint erover, dat is ook een hele delicate. Hè? Ja, dat is een hele moeilijke. En dan vind ik het belangrijk dat je daar in eerste instantie met de patiënt over begint en geen omweg neemt naar de familie. Dat is verleidelijk om de familie te betrekken. Maar ik vind dat je het in eerste instantie moet openen met de patiënt. Ja. En dat gaat niet in één consultatie, want dan ben je de patiënt kwijt. En kwijt in de zin van de patiënt gaat schrikken en gaat zich niet veilig voelen om een volgende consult terug te komen. Ja.
Wat ik dan doe, is ik vraag aan de patiënt of hij zelf al, of zij zelf al eens iets gemerkt heeft in het dagelijks leven, waardoor dat hij ongerust wordt of waardoor andere opmerkingen geven op wat hij of zij doet. Ja. En of, dat zeg ik ook altijd, ik ga je een stukje huiswerk meegeven. Denk daar eens even over na. Bevraag dat eens, kijk eens even rond en volgende keer spreken we daar verder over. En de meeste patiënten weten heus wel waar het over gaat. Hè. Ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, je bent dan bij de huisarts en je hebt vermoedens van wat gebeurt er dan? Hoe was dat bij jullie? Je gaat naar de huisarts, je vertelt van wat er in de klas gebeurde. Wat is dan de next step? Word je dan meteen al serieus genomen? Want jullie waren heel jong en je bent nog altijd heel jong. Ja, toch wel. Onze huisarts, en ik denk dat dat ook wel een stuk hielp, die had op dat moment ook wel een familielid die dementie had. Ah, ja. Nogmaals, we spreken meer dan 10 jaar geleden. Ja. Dus zij heeft ons eigenlijk meteen wel doorverwezen naar een neuroloog. Ah, dus, ja. En gaat dat dan snel? Allee, moet je daar lang op wachten? Hoe gaat dat vrij vlot? Of gaan daar weken over? Hoe zit dat vandaag? De doorverwijzing zal natuurlijk heel regionaal ook wel afhangen van de wachtlijsten. Ja. Maar door de band gaat dat redelijk snel. Maar zoals ik in mijn presentatie ook al zei, ik vind, en bij jullie was het denk ik een uitzondering, en zeker als het gaat over zulke heel luxerende momenten en bij jonge personen. Maar laat ons zeggen, bij de gemiddelde diagnostiek proberen we dat echt over 2 of 3 consultaties te spreiden. Ah, ja. Ik wil echt dat de mensen daarover nadenken. Ja. Dat als we daarover spreken in een eerste consult, dat we in een tweede consult terugkomen op wat gaan we daar nu mee doen. En tussen consult 1 en 2 laat ik geen 5 weken tussen. Hè. Probeer ik echt te zeggen, kom terug wanneer het jullie past, maar liefst binnen een dag of 10, 14 en praat erover met iedereen in de omgeving, met wie je het wilt delen. Ja. En dan ga je dus bij de neuroloog en die doet dan testen. Ja, we zijn bij professor Rick van den Bergen terechtgekomen. En dat klinisch onderzoek, hè, wat professor vertelt, dat is heel confronterend. Hè. Mm. Die testjes die Luc dan moest doen. Maar ook tegelijkertijd was dat ook confronterend, alarmerend ook. Want dan merk je zwart op wit dat het echt niet oké is. Mm-hmm. En, dus hij sprak heel in het begin gewoon van mild cognitive impairment, hè, noemen ze dat. Dus echt wel ergens cognitieve problemen die niet noodzakelijk erger worden. Hè. Dus dat had ik dan vooral onthouden van het is misschien toch, als het hierbij blijft, het zal misschien toch niet erger worden. Maar dan zijn wij na 6 maanden teruggegaan. En ik denk dat wij dan binnen het jaar hadden wij een diagnose. Dus het was na een scan bij Luc, was het heel erg duidelijk. Ja. En was dus Alzheimer. Ja. Dus de mensen krijgen dan een diagnose. Komen ze dan weer terug bij u als huisarts? Ja, de meeste... Nee, laten we zeggen, alle patiënten komen terug bij de huisarts. Ja. De mensen, waar ik daarnet ook een aparte categorie heb van gemaakt, hè, dus met de bijzondere vorm van dementie, worden veel intensiever opgevolgd in het ziekenhuis terecht ook. De andere mensen, dus de mensen met de klassieke Alzheimer, worden eigenlijk voornamelijk in de huisartsenpraktijk opgevolgd. Ja. Maar ik wou nog iets aansluiten bij wat u zei, die testen die we doen. Ja. Dus die vragen en die tekeningen die ze moeten maken, die zijn heel bedreigend. Mensen vinden dat heel verschrikkelijk om dat te maken. En zeker als er nog iemand bij zit. Ja. Als je aan iemand moet vragen, weet je op welk verdiep dat wij hier zitten, want een dag dat is wie onze koning is, wil hier eens een klok tekenen. Dat kan heel beschamend overkomen om dat te doen in het bijzijn van uw echtgenoten. Ja. Dus ook dat proberen we op voorhand te polsen. Gaan we dat alleen doen? Wil je dat er iemand bij is? Ja. Dat is iets waar je denk ik als huisarts ook wel oog voor moet hebben. Ja, dat was bij de neuroloog ook wel tijdens het consult altijd een gemeenschappelijk moment, maar ook een moment apart, zowel voor Luc als voor mij. En ik herinner me nog heel goed dat Luc, dat was dan ook weer tegenovergestelde, die had gewoon heel graag dat ik er altijd bij was. Ja. Die vond dat eerder bedreigend, van waar ga jij naartoe? Je blijft toch hier? Ja. En wat heeft een dokter daarnet tegen u gezegd, terwijl ik er niet bij was? Zo. Dus, was hij dan een beetje achterdochtig of juist heel aanhankelijk? Ik denk aanhankelijk vooral. Ja. En ook op dat moment... Ja, heel onzeker ook. Hè. Ja. Je zit met twijfels. Eigenlijk weet je totaal nog niet wat er aan het gebeuren is. Hè. Nee. En als we het daarnet al hadden over die diagnose en hoe ga je daar dan mee om? Ja. Luc wou dat in het begin ook niet vertellen aan zijn omgeving. Ja. Dat heeft even tijd nodig om daar... Ja,
kunt daar niet echt mee in het reinen komen, maar ja, toch op een bepaald moment heeft dat echt moeten laten bezinken. En ja, heeft dat dan op een bepaald moment in een volle leraarskamer aangekondigd. Want hij wou ook dat iedereen het tegelijkertijd van hem hoorde. Ah, ja. Dus dat is ook een moment dat ik nooit zal vergeten. En dat was tegelijkertijd ook een mooi moment. Ja. En het is pas vanaf dan dat mensen ook jou kunnen ondersteunen, hè, op een goede manier. En dat is dan ook wel degelijk gebeurd. Ja, mooi. Nu ja, op een gegeven moment worden de zorgen zwaarder. Dus ja, je moet je leven beginnen herorganiseren. Of toch aanpassen. Krijg je daar hulp van jouw huisarts? Van rond planning of hulpmiddelen of ideeën rond dagbesteding? Wij hebben eigenlijk, nadat wij naar de neuroloog gestapt zijn en die opvolging gebeurde door professor Van den Bergen, zijn wij niet regelmatig meer terug naar onze huisarts gegaan. Dus wat wel gebeurde was, als ik bijvoorbeeld voor mezelf naar de huisarts ging, dan praten we wel zo wat bij. Maar dan het is niet ze dat ook zij... aandacht voor jou. Ja, tuurlijk wel, zeker wel. Maar niet dat zij het traject in die mate mee opvolgde. Mm-hmm. Of ons daarbij bij de hand nam of zo, dat was niet het geval. Ja. Wat wel gebeurd is dat wij door professor Van den Bergen dan ook doorverwezen zijn naar de maatschappelijke dienst op Gasthuisberg. En van daaruit zijn wel een aantal mogelijkheden gekomen. Je komt dan in aanraking met mantelzorggroepen. Ik vond ook kennis heel belangrijk. Ik wou ook weten wat jong dementie was, dus ik ben ook een cursus gaan volgen. Dus Dementie NU bestaat al lang en dat is een hele goede cursus. En die bestaat nog altijd. En die bestaat nog altijd. Ja. Waar je met alle aspecten van dementie in aanraking komt. En je komt ook direct, je ontmoet mensen die hetzelfde meemaken. Ja. Luc is nu al 5 jaar overleden en ik zie nog altijd mensen van die cursus regelmatig. Dat is wel... Dus dat is toch wel ook heel belangrijk dat je... Qua steun. Dat je dat hebt als ondersteuning. Ja. Professor, hoeveel patiënten met dementie heeft een huisarts zo gemiddeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een huisarts in een gemiddelde praktijk zal per jaar 3 tot 5 nieuwe diagnoses stellen. Ah ja, dat is vrij beperkt eigenlijk. Maar huisartsen zien alles vrij beperkt. Hè? Ja. We werken in een laag prevalente setting, dus wij zien alles vrij beperkt. Ja, dat klopt. Ja. Nu ja, ook van die patiënten, niet iedereen heeft een mantelzorger. Hoe gaan jullie daar als huisarts mee om? Want die persoon vertrekt dan naar huis en je laat die ergens... Ja. Dat gebeurt ook niet zomaar. Als we merken dat er een dementieel proces zich heeft ingezet, dan gaan we toch heel snel kijken wat is er nog van familie. En gaan we proberen om snel in kaart te brengen wie woont daar nog rondom. Dat zijn dingen die als huisarts... niet alleen kan. En we proberen daar ook zo snel mogelijk sociale assistenten voor in te schakelen. Dat is dan die maatschappelijke dienst van het ziekenhuis? Daar sta dat hoeft. Bij ons is dat uiteraard niet de maatschappelijke dienst van het ziekenhuis, maar heel vaak zijn de maatschappelijke assistenten van de ziekenfondsen daar heel toegankelijk in. Of we vragen aan de verpleegkundigen om polshoogte te gaan nemen en om mee dat netwerk op te zetten. Ook al is er dan geen hulpvraag van de patiënt, dan gaan jullie daar zelf aanklampend... Ja, aanklampend denk ik is veel gezegd, maar we bespreken het wel met de patiënt en ook dat is weer een traject, het moment waarop de diagnose wordt gesteld en er echt hulp nodig is, daar hebben we wel een aantal maanden natuurlijk, om dat in verschillende stadia bespreekbaar te maken. Jurren, een huisarts, gemiddeld 3 à 5 nieuwe patiënten per jaar. Staat de groep huisartsen dan ook open voor opleidingen rond dementie? Bereiken jullie hen? Ja, absoluut. Ik denk dat de huisartsen vandaag, ze zijn ook vertegenwoordigd in een aantal huisartsenverenigingen. Er zijn ook lokale groepen van huisartsen die regelmatig samenkomen en waar opleiding wordt gegeven. Dat zijn kortdurende opleidingen rond een bepaald thema. Dementie kan daar eentje van zijn. Ik geef een voorbeeld. Een tweetal weken geleden waren we bijvoorbeeld nog in het ziekenhuis in Roeselaren, waar we met 22 geriaters en met een drietal huisartsen samen waren om te kijken van, wat betekent dat nu, die diagnose voor die persoon? Het gaat dan ook over oudere personen in dit geval. En hoe kan de huisarts
toch wel een makkelijke doorsluisrol of een communicatie ondergeven of maken met het ziekenhuis. Dat is één aspect. Een ander aspect is dat we ook samen met de universiteit bijvoorbeeld, hier in Leuven hebben we dat gedaan met huisartsgeneeskunde, hebben we dus ook een richtlijn ontwikkeld. Mm-hmm. Een richtlijn voor, om ervoor te zorgen eigenlijk dat bij die eerste tekenen dat artsen ook een stukje getriggerd worden, wakker zijn. Mm-hmm. En daar effectief ook iets mee gaan doen. We hebben ook daarin een aantal wat we noemen rode vlaggen gezet. Ja. Van, maar als dat voorkomt, de dokter heeft het net ook wat aangehaald, de mensen die zichzelf herhalen, dingen op de verkeerde plaats leggen, van oei, daar moeten we toch aandachtig voor zijn. Ja. En dat zijn dan stappen. We hebben voor die huisarts ook een website gemaakt waar zij ook alle materialen terugvinden, waar zij ook die testbatterijen terugvinden. En die is huisartsendementie.be, dat is eigenlijk voor iedereen toegankelijk, maar specifiek ook voor de huisarts die dan toch op het ogenblik dat hij met een vermoeden van dementie te maken krijgt, toch ook die bronnen kan raadplegen. Ja, ja. Oké. Op een gegeven moment, opname in het ziekenhuis, verhuis naar een woonzorgcentrum. Blijft de huisarts dan ook jouw bondgenoot, professor? De huisarts blijft altijd de bondgenoot, denk ik, maar we bespreken het wel. In elk woonzorgcentrum zijn er ook artsen aanwezig, huisartsen aanwezig. Ja. Dus we bespreken het met de patiënt en met de familie, wat hun wens is. Bekijken hoe dat ze zich het veiligst en opgevolgd zien en hoe dat ze het liefst opgevolgd willen worden. Ja. Maar het is altijd in onderling overleg. Ik vind het wel heel belangrijk als ze opgenomen worden in een woonzorgcentrum, dat er heel duidelijk wordt wat de mensen verwachten van de zorg, wat de mensen verwachten van de huisarts die eventueel de taken gaat overnemen. Ja. Dus ook dat moet je bespreken, dat je niet voor verrassingen komt te staan. Ja. Jeroen, er wordt heel veel aangeraden, dit webinar, om te praten, veel te praten, ook vooraf het belang daarvan. Hebben jullie daar een soort van een rode draad dat je kan volgen, om hulpmiddelen, om hoe begin je aan zo'n gesprek? Want dat zijn toch wel zware gesprekken eigenlijk. Ja, het zijn natuurlijk niet de gemakkelijkste gesprekken, maar in die zin, er is al eens verwezen naar de dienstmaatschappelijk werk. Het is ook daar dat je je verhaal kwijt kan en waar ook mensen jou ook een stukje helpen om je verhaal te doen. Ja. Dat is één. Twee, denk ik, en dat is ook Marleen haar ervaring, begrijp ik, toch wel ook met je omgeving het erover hebben. Ja. En zorgen dat je dat netwerk opbouwt. En heb je geen familie, en het is daarnet ook gezegd, kijk dan misschien naar buren, naar mensen die je kent, naar vrienden. Hè. Ja. Ik zie ook dat sommige mensen die al lang uit beeld verdwenen zijn, dat op het ogenblik dat er dementie in het spel is, mm-hmm. Dat daar een soort hernieuwd contact ook kan komen. Dat klinkt heel romantisch, dat is het in de praktijk niet, hè, maar je ziet ook wel dat, dat daar dus mensen zijn die ondanks de ernst zeggen van het is misschien nu de moment om toch nog iets te betekenen voor die vroegere vriend van mij. Ja. En dat zijn dingen die we wel zien gebeuren. Ja. Ik heb ook begrepen dat dat proces verhuis naar het woonzorgcentrum, dat ook geleidelijk gaat, dat misschien gestart wordt met de eerste dagactiviteiten. Ook dat natuurlijk, hè. Ja. Dat maakt deel uit van dat praten over. Ja. En wat ik heel belangrijk daarbij vind, dat is dat je ook altijd vertrekt vanuit de persoon met dementie zelf. Mm-hmm. Hè. Dat betekent dat je ook kijkt van wat kan die persoon aan? Kan er over een woonzorgcentrum worden gesproken? Een 20-tal jaar geleden, toen ik zelf in die rol zat van in een woonzorgcentrum om mensen daar naartoe te leiden en daar dan die verhuis te regelen, moet ik zeggen, heb ik verschrikkelijke gesprekken moeten voeren met mensen, net omwille van het feit dat het niet besproken was op voorhand, dat het bijna een soort, het is voor een tijdje, het is voor een revalidatie, het werd zo wat verbloemd, terwijl het effectief een nieuwe woonst was waar men vaak gedwongen wat voor koos. Ja, ja. Dus ik denk dat bespreekbaar maken, maar ook dat geleidelijk aandoen, bijvoorbeeld door de stap te zetten inderdaad richting een dagverzorgingscentrum, maar bijvoorbeeld ook als je goed weet van, kijk, als de zorg groter wordt en het lukt niet meer thuis, dan zou ik kiezen voor dat woonzorgcentrum. Mm-hmm. Misschien daar ook op voorhand al eens in de cafetaria iets gaan drinken, met mensen een gesprek te hebben. Ja. Ik zeg altijd dat mensen veel te lang wachten om die stap te zetten en dan noodgedwongen die keuze moeten maken, die vaak een heel moeilijke keuze is.
Die zou iets gemakkelijker kunnen zijn op het ogenblik, ja, dat je dat als een nieuw soort woning, woonst, mm-hmm. ziet. Mm-hmm. En allee, in die zin spreken we liever over een verhuis naar zo'n plek. Ja. Ja. Marleen, jullie hebben ook op een gegeven moment de afweging gemaakt van misschien Luc te laten verhuizen. Ja, op een bepaald moment zaten we ook zo op een kantelmoment. Ja. Dus dat het echt heel moeilijk werd voor hem en voor ons allemaal. We hadden een netwerk rondom ons, dus echt heel lieve vrienden die met hem activiteiten deden. Dus er was elke dag wel iemand die met hem iets deed, al was het gewoon samen in de tuin zitten. Maar op een bepaald moment kon hij daar ook gewoon niet meer tegen. Er waren zoveel prikkels voor hem. Dat ging hem niet meer af. Ja. Hij gaf dat ook aan, dat hem dat niet meer wou. Ja. En dan kom je op een moment dat je zegt van dit gaat gewoon niet meer. Nee. En ik kreeg het toen ook als mantelzorger wel heel erg zwaar. En toen heb ik in overleg met de zorgbegeleider, die ik dan heb leren kennen via de zorgcirkels Jong Dementie. Dus hebben we echt een ronde tafelgesprek georganiseerd met alle mensen die op een of andere manier bij Luc en bij zijn ondersteuning betrokken waren. Ja. En hebben wij heel open, heeft iedereen eigenlijk verteld van wat dat hij meemaakte met Luc en hoe dat hij was. Hè, want het is pas door met hem heel intensief dingen te doen dat je pas merkt wat die dementie is betekent. Of doet. Hè. Ja. Dat is allemaal open op tafel gelegd. En toen hadden wij wel samen het besluit genomen van... dat was toen de maand juni, dat zal ik ook nooit vergeten. Van we gaan nog samen op vakantie in juli. En dan gaan we samen toch al proberen in een dagcentrum of toch, toch professionele zorg in te schakelen. Ja. Omdat het gewoon niet meer anders ging. Ja. Nu... We zijn zover niet gekomen. We zijn in juli op samen vakantie nog gegaan met de kinderen en mijn vrienden. En hij is in Spanje is hij heel hard achteruit gegaan. Ja. Is hij gerepatrieerd, zijn we allemaal gerepatrieerd. Ja. Rechtstreeks naar Gasthuisberg en is hij daar ook overleden. Dus hij is dan het echt een totaal breinfalen op een bepaald moment. Ja. Wat gemaakt heeft dat hij zelfs die stap... dat die niet meer gezet is. Ja. Dus, maar ik blijf het wel zeggen, als mantelzorger, je verlegt je grenzen zodanig. Je beseft op een bepaald moment ook niet hoe zwaar het eigenlijk wel is. Dat besef je pas achteraf eigenlijk. En je wilt ook gewoon de zorg niet overgeven aan iemand anders. Hè, want dan is het een stuk loslaten en je bent dan overgeleverd aan de medische wereld, om het zo misschien wat kras uit te drukken. Maar dat blijft een heel moeilijke keuze die je moet maken. Dus toch heel belangrijk dat de huisarts oog ook heeft voor de mantelzorger. Hè? Ja, en ook dus de stap ernaartoe. Hè. Dus ik weet dat er heel veel gebeurt om die zo vlot mogelijk enigszins te laten gebeuren. Maar dat blijft wel... Ja. Een heel moeilijke stap, hè, omdat je daar een stuk loslaat. Ik kijk eventjes naar de tijd, want ik heb ook nog wat vragen vooraf binnengekregen. En ook van, er zijn er nog gesteld ook. Ik ga eens eventjes... Dank je wel. Oké. Een eerste vraag. Voor Jurren, moet je de diagnose van dementie blijven herhalen aan je naaste als die persoon de diagnose vergeet? Ja, dat is een heel moeilijke en ik denk dat je dat natuurlijk... Je hebt twee mensen in dat soort verhaal en het is heel moeilijk om in de wereld te treden van de ander. En we raden dat niet aan om dat continu te doen, maar bijvoorbeeld wel... vragen te stellen die een stukje gaan over jouw gevoel en over wat je zelf merkt. Maar telkens opnieuw die diagnose herhalen heeft eigenlijk weinig zin en doet eigenlijk veel afbreuk aan de wijze waarop dat je samenleeft. Ja.
Professor, ik krijg wel een heel mooie vraag. Hè. Een belangrijk deel van toekomstige dementie kunnen we voorkomen door hersengezonde leefstijl. Verwijst een beetje naar jullie campagne, denk ik. 2 voor de prijs van 1. Mm-hmm. Wat goed is voor het hart, is goed voor de hersenen. Wat doen huisartsen op dat vlak? Wat doen huisartsen op dat vlak? Naar de patiënt toe, bedoel je? Wel, eigenlijk net als de campagne. Hè. Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein ook. Een gezonde levensstijl, dat telt voor alle. Ja. Of dat beschermt tegen een heleboel chronische aandoeningen. Ik denk dat we ondertussen allemaal voldoende weten wat we moeten doen. Ja, oké. Okay. Ik vind het een mooie vraag, omdat het ook aandacht heeft voor die preventie. Hè. Een vraag over die geheugenklinieken. Waar kan je die vinden in Vlaanderen? Zijn dat afdelingen binnen ziekenhuizen of zijn dat aparte ziekenhuizen? Ik weet niet wie daarop kan antwoorden. Ja. Wel, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar ik ga het proberen heel simpel uit te leggen. Er zijn geheugenklinieken die erkend zijn door onze ziekteverzekering. Ja. Maar daar moet je eigenlijk eerst de diagnose hebben en dan word je verder begeleid. Okay. Maar die ziekenhuizen en ook vele andere ziekenhuizen, die hebben meestal een geheugenkliniek of een geheugenconsultatie waarbij dat je inderdaad een diagnose kunt krijgen. Hè, in de zin van, wordt doorgestuurd door de huisarts, naar de neuroloog, naar de geriater. Daar wordt verder multidisciplinair, dat wil zeggen, met ook een neuropsycholoog vaak, met de sociale dienst erbij en met anderen, gekeken van, wat is hier precies aan de hand? Mm-hmm. En dan wordt de diagnose gesteld. Dus 2 soorten geheugenklinieken, algemene in diverse ziekenhuizen en dan in een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen, 12 in ons land, waar men dan effectief ook nog een stukje nazorg doet. Oké, misschien kunnen we daar informatie van op de website plaatsen. Hè? U had eigenlijk een heel mooi woord in uw presentatie, dat was mij ook opgevallen, ontmaskerende gebeurtenissen, zei u. En er is een van de mensen die zegt, ja, als je dat te herkennen bij een ouder, hè, zegt wat uiteraard gissen blijft, maar de ouder is in ontkenning en dit terwijl de andere ouder enorm lijdt onder wat er gebeurt. Hoe kunnen we die dan overtuigen? Hoe kan de huisarts helpen? Ja. Zoals ik daarnet ook al heb gezegd, dat is een hele moeilijke situatie. En Jurgen heeft daarnet ook al aangegeven, mensen met smoesjes bij de huisarts krijgen, dat moet je niet doen. Dat creëert een vertrouwensbreuk, dat creëert een loyaliteitsconflict. Dat werkt voor niemand. Ik ga daar ook nooit op in. Mm-hmm. Als ze mij dat vragen, of als ze met een smoesje komen, dan probeer ik daar echt heel snel korte metten mee te maken, maar wel te kijken hoe dat we wel kunnen interveneren. De 2 partijen apart zien kan een optie zijn, maar ook dan, zoals u daarnet ook al aangaf, partijen scheiden kan ook een loyaliteitsconflict geven. Hè? Ja. Dus de ene partner kan dan aan de andere vragen, ja, waarom moest ik weg? Wat heb je allemaal verteld? Ja. Dus ook dat is een moeilijke. Ja. Ik denk, het beste wat je daar kunt doen, is toch proberen met z'n tweeën naar de huisarts te gaan te zeggen van, kijk, ik ben ongerust, ik heb graag dat je meekomt, doe het dan voor mij en laat het voor de rest aan de expertise van de huisarts over. En ik denk dat de meeste huisartsen het wel kunnen deblokkeren. Ja. Niet op 1 consult, maar op 2 of 3 consulten. En zoals ik daarnet al zei, huiswerk meegeven, erover nadenken, terugkomen, het zij apart, het zij samen. Ja, oké. Okay. Nog een laatste vraag. Mag je de huisarts inzetten als machtsinstrument, bijvoorbeeld in verband met autorijden? Ja. Ik snap die vraag heel goed en dat is iets wat we heel vaak tegenkomen. Je bent als huisarts verantwoordelijk voor de rijgeschiktheid van je patiënt in die zin dat je het op zijn minst moet aangekondigd hebben. Mm-hmm. Je moet tegen de patiënt gezegd hebben, ik denk niet, of ik denk wel dat u op dit moment nog rijgeschikt bent. Hè. U schrijft dat op in het dossier, maar daarna vervalt elke verantwoordelijkheid van de huisarts. Wat de patiënt daarmee doet, is de verantwoordelijkheid van de patiënt en iets minder van de omgeving. Natuurlijk, als er echt een groot gevaar is, dan kan het zijn dat de huisarts moet beslissen om de patiënt wils of handels onbekwaam te verklaren. Maar goed, dat zijn juridische procedures waar we liever uitblijven. Ja. Maar ook dat, het als machtsinstrument, of de huisarts als machtsinstrument gebruiken, dat hoor ik niet graag, maar ik begrijp wel de bezorgdheid. Ja. Ook daar gaan we toch echt wel proberen met gesprek ervoor te zorgen dat de patiënt zelf ook beseft, ik ben onveilig op de weg. En meestal slagen we daar wel in door aan de patiënt duidelijk te maken of te vragen van, voel jij jezelf nog veilig op de weg? Mm-hmm. Ben je zelf al onveilige situaties tegengekomen? Hebben andere opmerkingen gegeven? Ja. Ik heb het ooit,
ooit één keer heb ik een patiënt naar een rijvaardigheidstest gestuurd, omdat het echt heel moeilijk liep. Hè. Ja. Maar ook dat is heel confronterend en is heel luxerend geweest, ook voor het arts-patiëntcontact. De patiënt was daar ook helemaal niet blij mee, had het gevoel dat hij gedwongen werd om te gaan, ja. Wat ik uiteraard niet kan. Hè. Dus ik probeer het in het gesprek op te lossen. Oké. Is er nog een laatste tip die jullie meegeven aan de kijker? Dat je zegt van, we gaan het webinar afsluiten met nog één belangrijke tip. Ik denk dat de tip al gegeven is. Hè. Praat, praat, praat. Ja. Blijf praten, blijf in communicatie. En ja. Ik weet dat is niet gemakkelijk. En er zijn crisismomenten waarbij dat de communicatie stokt of waar het moeilijk wordt. Ja. Maar durf ook dan hulp vragen. En ik denk dat dat een van de, en zeker in donkere tijden waar we nu wat in leven, dat mensen het vaak bij zichzelf houden. Ik denk dat het echt wel nuttig en wenselijk is om het gesprek aan te gaan. Ja. En als het niet de eerste keer lukt, probeer het dan een tweede keer. En durf ook jezelf, en dat is misschien een tweede tip, durf ook jezelf achteraf te feliciteren met de moed die je gehad hebt om de stap te zetten. Ja. Oké. Marleen, heb jij nog een laatste tip voor onze kijker? Ja, ik ben ook pleitbezorger voor een zo snel mogelijke diagnose te kunnen krijgen. Hè, omdat je heel veel miserie toch kunt vermijden of toch althans vervelende situaties, soms hoogoplopende ruzies, omdat je elkaar niet meer begrijpt. Hè, en je weet niet wat er aan het gebeuren is. Als je die diagnose hebt, dan weet je dat tenminste en kan je eigenlijk opnieuw beginnen, bij wijze van spreken. Ja. En met kennis van zaken, want ik vind kennis daarover wel heel belangrijk. De manier waarop dat je omgaat met een persoon met dementie kan een wereld van verschil maken. Hè. Als je die stress kan wegnemen bij die persoon, dan, dan gaat alles veel makkelijker. Dus. Ja. Mooie tip. Ik denk dat alles mooi gezegd is. Ja. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat je als mantelzorger niet moet laten leiden door de hulpverlening. Ik denk dat je de vragen moet stellen en dat je ook niet verlegen moet zijn om te zeggen van deze soort van hulpverlening heb ik niet nodig. Dat past niet bij mij. Dat hoef ik niet, maar ik heb liever iets anders. Dank je wel. Dan denk ik dat we aan het einde van een heel boeiend webinar zijn gekomen. Heel erg bedankt, beste professor Jurren, Marleen, voor jullie komst naar onze CERA-studio. Ik denk dat we deze avond weer heel wat informatie meenemen over dementie. En meer info kunnen jullie terugvinden op de website www.dementie.be en www.cera.coop. En ik maak ook alvast reclame voor de volgende webinars. Donderdag 9 februari organiseren we een webinar over psychose. Donderdag 9 maart gaan we dieper in op zelfzorg en 20 april bespreken we de formule van de zorgvolmacht. Telkens van 7:30 tot 8:30. En er komen ook nog andere webinars aan en die worden tijdig gecommuniceerd op de website www.cera.coop. Op de website van CERA kan je trouwens dit en ook de vorige webinars rustig herbekijken. Ik wens jullie allen een warm eindejaar. Dank je wel om bij ons te zijn.